Dag Lu, leuk dat je weer keek naar de lokale omroepstein. Op 29 februari vond de veurselectie plaats van de nationale veurleswedstrijd op basisschool De Aventurijn. Je gaat nu kijken naar 10 kandidaatjes die hun uiterste best doen om hun zenuwen in bedwang te houden. Mijn naam is Ria Pluijma en ik ben werkzaam binnen Biblionova. En mij is gevraagd om me bezig te houden met een stukje organisatie en presentatie van deze kwartfinale. En verder ook een hele fijne collega, wat de meesten wat in Urmond in de Biep komen ook wel van gezicht kennen. Ook een collega van me en dat is Karen Bakkes. En Karen is eigenlijk al een oude rot in het juryvak. Dus jury, van harte welkom en heel veel sterkte bij deze moeilijke jureertaak. Heel veel succes alvast. Maar goed, ik kom hier met mijn zakje langs. Daar zitten natuurlijk nummertjes in. En die nummers, die gaat de volgorde bepalen van wie aan de beurt is met voorlichting. Ik geef nou heel graag als eerste Nino de plaats. We haalden snel thuis wat spullen op en maakten ons klaar om te vertrekken. Iedereen stopte zijn bagage in de fietstas. Ik vroeg, wie neemt het voorste zadel? Ik stel voor dat we om de beurt en Clem begon met een aftelspelletje. Ikke pikke porretje, 3 fietsers met een snorretje, 2 maken er voortdurend grappen, de derde die moet heel hard trappen. Wie is die sukkel met die steken in zijn zij? Dat is hij. Zelfs van oma gaf de heer Maassen toe. Vooral dankzij de bekende puber Pepijn Maassen. Die sprak namelijk de historische woorden: ouwe, doe niet zo achterlijk, geef onze Nina toch een muis. De heer Jan Maassen gaf eindelijk zijn toestemming. Maar zei wel: zodra de hotelgasten er last van hebben, laat ik dat beest los in het bos. Ik herhaal speciaal voor Nina Maassen, laat ik dat beest los. Inmiddels zijn de anderen ook wakker geworden van Tuurs geschreeuw en ze komen de gang op. Maar Tuurs moeder stuurt iedereen terug naar zijn eigen kamer. Katrien ontfermt zich over de kleintjes. Tuur blijft wanhopig proberen om zich los te rukken uit de greep van zijn vader. En pas als hij helemaal uitgeput is, geeft hij het eindelijk op. De tranen stromen over zijn gezicht en als hij zijn vader aankijkt, ziet hij dat hij ook huilt. Ik wil naar Maartje, snikt Tuur. Zijn vader weet even niet wat hij moet doen, maar dan laat hij Tuur los en samen lopen ze naar het open raam in Tuurs kamer. Ze horen schreeuw op de binnenplaats en dan komen boer Holtermans en zijn vrouw met een jas over een pyjama de binnenplaats uitlopen. In Duits schreef dat onder schot. Ze houden hun handen in de nek en lopen zo achter de vrachtwagen in. Dat was het. Nou. Oma fluistert, zijn dat knikkers? Met grote ogen kijkt Lotte naar haar zus. Luna had gelijk, dit is geen toeval. Iemand rommelt met hun eten. Joehoe, roept mama nu. Met rode konen stapt ze de keuken in. De mensen wachten op hun eten. Gaat het er allemaal goed? Bolleke, zegt papa lief. Er is met onze voorraad geknoeid. We moeten alles opnieuw maken. Nee toch! Mama loopt met grote stappen de keuken in. Bij haar ziet er nog altijd uit als ze zweeft. Ik weet wel een oplossing, zegt oma. En ze drukt mama zo wat opzij. We vissen de knikkers eruit en wrijven de flappen weer dicht. Ze moeten toch nog in de oven. En daar ziet niemand iets van. Zit er knikkers in de feestflappen? Mama vraagt het geschrokken. Daar breek je niet alleen je tanden op, daar kan je in stikken. Wie doet nou zoiets? Papa wrijft over zijn kin. Dit is geen grap meer, zegt hij. Dit is dodelijk. Hij hoorde me al niet meer. Hij was likkebaardend mijn keuken ingelopen.
Hij proefde van elk gerecht en leverde commentaar. Het voorgerecht kan ermee door, maar er mag een ietsie-pietsie zout bij. De spaghetti is niet slecht, maar een tikkie te flauw. De kaassaus is een kiele-kiele in piezeltje te zout. De kaaskoekjes zijn eetbaar, maar een beetje te veel suiker. Natuurlijk zou hij later zulke enorme porties naar binnen schrokken dat hij er last van kreeg. Ik hoorde hem al klagen. Ik heb last van mijn buik, zeg maar gerust giga buikpijn. Dan zijn we ondertussen beland bij nummer 7 en dat is Jana. Aris achter in de klas klonk in zacht gegniffel. Meneer Drummond fronste dreigend zijn wenkbrauwen en speurde de klas rond. Zijn ogen schoten vuur. Tot zijn grote ergernis kon hij niet ontdekken waar het geluid vandaan kwam. Goed, ik laat deze klas verder aan u over, mevrouw Rommelkont, zei hij. Denk erom, u begint met rekenen. Met afgemeten passen liep de directeur naar de deur en verdween. Er steeg een zucht van verlichting op en de leerlingen zakten het onderuit op hun stoelen. Viola Rommelkont liet haar blik door de klas gaan. De leerlingen staarden terug met een doffe blik in hun ogen en drie van hen rommelden in hun kastje. Wat doen jullie daar? Informeerde juf Rommelkont nieuwsgierig. We pakken ons rekenboek, juf. Wie zei er hier iets over rekenen? Vroeg ze met opgetrokken wenkbrauwen. Drie hoofden keken met een ruk op en drie paar ogen staarden haar aan. We beginnen op maandag altijd met rekenen, zei Roos aarzelend. Dat staat op het rooster. Oh, op die manier. Tja, daar moeten we ons dan maar aan houden, hè? Het meisje begon van top tot teen te beven. De oude vrouw staarde haar bezorgd aan. Ze liet het wasgoed in de gootsteen liggen en droogde haar handen met een handdoek. Wat is er, circa? De lippen van het meisje begonnen te trillen. Mijn broertje, Michel. Hij is nog in het appartement in Parijs. Hij zit opgesloten in de kast. In zo'n speciale verstopplaats. Daar zit hij al sinds de dag dat de politie ons kwam halen. Ik dacht dat hij daar veilig zou zijn. Ik heb hem beloofd dat ik terug zou komen om hem te redden. Genevieve keek bezorgd op haar neer en probeerde haar tot bedaard te brengen door haar handen op de magere schoudertjes te leggen. Circa, hoe lang zit je broertje al in die kast? Nee, ik weet het niet meer, fluisterde ze mat. Ik weet het echt niet meer. Opeens was het laatste beetje hoop dat ze nog inschat vervlogen. In de ogen van de oude dame las ze wat ze het meest vreesde. Michael was dood. Buiten zichzelf, van razenij, schoot de wolf geruisloos door het donker en wierp zich op Kai, die het niet meer kon ontwijken. Met zijn scherpe tanden beet de wolf naar Kai's keel, waarbij zijn ijzige adem uitstootte. Kai schreeuwde het uit toen de kou hem trof. Zijn arm met het zwaard lag bekneld onder het dier. Maar met zijn andere arm maakte hij een gebaar, waarop het gloeiende vonken door de lucht spatten. De wolf jankte, draaide en beet daarna. Maar nog kon Kai het zwaard niet lostrekken. Tot zijn ontzetting zag Jamie dat een dikke laag ijs vormde over de twee vechtenden, terwijl de lucht tegelijkertijd in brand liep te staan. De laatste wat aan de beurt is, dat is Esmee van de Bruk en Stijn. En ik wil dat we voor Esmee een super hard applaus geven, want zij is de laatste kandidaat en heeft het langste moeten wachten van ons allemaal. Esmee, heel veel succes. Zo, nu heb ik alleen nog wat zweet nodig. Zweet van mij? Voor de aantrekkingskracht. Sanne trekt een vies gezicht. Huh? Zweet is toch afstotend? Onverdund wel, zegt de professor. Maar ik verwerk slechts een minieme hoeveelheid in mijn drankje. Lichaamsgeuren zijn erg belangrijk voor de liefde.
Zweet ook? Vraagt Sander ongelovig. Professor Moore knikt. Juist zweet. Daarom wordt het ook gebruikt als basis voor veel parfums. Oh, nou, ik heb hard gefietst, dus ik heb wel gezweet. Maar hoe wilt u dat? De professor geeft hem een wattenstaafje. Doet het hier maar op. Even later voegt hij een beetje zweet toe aan een brouwsel. En dan houdt hij iets voor Sanders neus. Hij lijkt op een flesje met neusdruppels. In het dop zit een pipet. Dat is het. Nou, dan zou ik de jury willen vragen om deze te verlaten aan een lokaal. Zoek er maar een leuk huis. Zoek zijn er. Jullie krijgen een kwartier de tijd om deze moeilijke klus te gaan klaren. Ik kom jullie wel ophalen als het zo gaat is. En ja, heel veel succes aan de jury. En zullen we even klappen voor ons? Maar van de rest, wie denken jullie? In het publiek, wie zo? Anja is een goede kandidaat. Ja. Allemaal, dank jullie. Spannend, hè? Spannend. Hij had wel een beetje sympathiek van de kandidaten. Want die... Maar helemaal niks goed. En je moet de pauze opvullen. En de pauze even opvullen. Ja hoor, ik heb mijn best gedaan. Maar ik begin met nummer 5. Want jullie weten, 5 gaan erdoor en die 5 doen gewoon mee in de halve finale. Dus dan maakt het voor dan weer niet uit. Nieuwe ronde, nieuwe kans of je nou eerste of 5e geworden bent. Maar nou is nummer 5 geworden. Even kijken of ik alles goed in de volgorde heb. Ja, dat had ik bijna. Nummertje 5 is geworden Jana Binten. En we vonden het sowieso een leuk verhaal wat je had uitgekozen. Hè. Je maakte het was een leuk grappig verhaal. Was het. Nummertje 4 is geworden Maggie Lentz. En degene die mij het allerbeste voor me vandaag bij het voorlezen is Lotte Kurs. Lotte, we vonden het gewoon supergoed. Vanmiddag, woensdagmiddag, 70 gast hier in de basisschool De Avonturijn in Urmond. Voor de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd. Nou, inmiddels is de uitslag bekend en ik heb hier de 5 winnaars. Prachtig in de speciale voorleesstoel zitten. En we gaan eens even praten met de winnares Lotte. Ja. Je bent de eerste geworden hier. Dat wil zeggen dat ze doorreist naar Zittert voor de halve finale. Hè? Ja. Spannend? Ja. Geef ze hetzelfde boek voor je lezen dan? Ja. En wat voor boek was het? Het was een boek van Nanda Roep. En het is een reeks van Plaza Patates. Daar zijn heel veel boeken over geschreven. Goed. Proficiat. De tweede. Dat is Enya Zijlstra. Ja, Enya Zijlstra is een heel bekende naam in Stijn. Hè? Oma is schrijfster van kinderboeken. Geestig ook boek schrijven? De kans is klein. En dan komen ze in Urmond voor de kwartfinale en dan wordt ze nog zomaar derde. Wie vindt ze dat? Ja, leuk. Ja. Natuurlijk. Ja. Vierde is geworden... Maggie Lemmens van de Avonturijn die in Urmond, dus voor dit wordt een toeswedstrijd. Eigenlijk wel. Was ze toch zenuwachtig? Een beetje. Het vult nog redelijk met.
veld redelijk met. En ja, ik denk dat die avonturier niet hartstikke trots is op zich. Weet niet, moet van nog zijn. En dan gaan we nog naar de vijfde. En dat is geworden Jana Binten van de Deleman Basisschool uit Beeg, uit Grevenbeeg. Ja. Ja? Wie heeft zich die voorbereid? Gewoon een stoel op mijn kamer gepakt en veel in mijn spiegel gezet. En dan heb ik mezelf eigenlijk veel gelezen. Zichzelf veel gelezen. En spiegel was ook heel tevreden? Ja. En wie lang heb ze dat nu gedaan, dat voorbereiden? Elke dag wel. Een beetje. Tot vandaag die kwartfinale hoor. Maar de dames die dus doorgaan naar Sittard, naar de halve finale. Proficiat en heel veel succes toch. Ogenstein zijn uitbreidingsplannen, hier voor het Archeologiemuseum. Op de informatieavond werd duidelijk uitgelegd aan de aanwezigen dat er ook een aantal andere verenigingen bij betrokken waren. In Stein zijn er uitbreidingsplannen voor het Archeologiemuseum. Daarom vond er op 26 maart in Café Het Houtenrand een informatieavond plaats. Voor degenen die het nog niet weten, werd me graag laten voorstellen. Ik ben Gina van Mulk, wethouder. En ik heb met name dit project, de verbouwingen en de uitbreidingen van zowel het Streekmuseum in Aalsel als het Archeologiemuseum in Stein in mijn portefeuille. Peter Zalde, mijn collega in het kader van zijn portefeuille Kunst en Cultuur. Jeroen Hoekhoeks, projectleider. En Peter Schol, de architect. En aan deze kant zit Loek Nieuwendijk, deze beleidsmedewerker van onder andere kunst en cultuur. En vanavond loopt er ooit met de microfoon, dus iedereen die zijn woordje wil doen, kan voorstellen naar eerder belangstje. Het museum, met daarin een unieke oudheidkundige graftombe, heeft dringend meer ruimte nodig. Wethouder Gina van Mulke legde de plannen uit en wees erop dat met deze uitbreiding ook twee andere heemkundeverenigingen van goed onderdak worden voorzien. Het gaat gezag over de communicatie. De inleiding, ik heb al zoals gezegd, een paar jaar geleden is de Stichting Archeologie bij ons aangeklopt. Ze hadden zowel ruimte voor expositie nodig, maar ook ruimte voor opslag. Een heleboel dingen liggen onder in de kelder van de oude vleugel van het voormalige gemeentehuis. En eigenlijk is dat hartstikke jammer dat ze die collectie dan niet tentoon kan stellen door jullie. Inmiddels moet de verenigingen zelf is de samenwerking aangegangen met het voormalige LGGI. Door eigenlijk de lokale tak van, die willen ook weer een werkplek krijgen in het Archeologiemuseum. Er wordt geen plek voor. Daarnaast heeft zich inmiddels ook de heemkundevereniging Elslo aangemeld om samen te werken in dat Archeologiemuseum. En we zijn ook in gesprek gegaan met de oudheidkundevereniging Burman. Die willen zich ook weer aanzetten. Dat betekent dat alles op het gebied van archeologie en heemkunde straks centraal op één plek in onze gemeente kunnen en voor iedereen zichtbaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is alweer een hele tijd geleden dat ze met de directe omwonenden boete hebben gestaan om hun kennis te stellen van dat van überhaupt over uitbreiden. En tot slot zijn er aangelangd op maart 2012 en zijn we hier allemaal bijeen om u ook te laten kijken naar wat we in de tussentijd allemaal gedaan hebben. Allereerst de situatie, de wethouder heeft er al van alles over verteld. Het ging natuurlijk om een aantal zaken die we moesten proberen op te lossen als we een ontwerp gingen maken voor de uitbreiding van het museum. De boom is al aan de orde geweest, de lichtinval naar de buren is aan de orde geweest. En heel erg belangrijk was natuurlijk ook het feit dat het bestaande museumtje in feite een soort open structuur heet. Het is een gebouwtje in een open gebiedje. Dus in de uitbreiding over twee verschillende functies spreken. Eén functie is vooral archief en werkruimte voor de verenigingen hier eigenlijk behoefte aan hebben. Ja, de kuppel, dat is aan de rechtsonder op de tekening die cirkel. Ja, daar willen we dus het accent leggen op archief en werkruimte.
En aan de noordoosthoek, naar de openbare weg toe, zou ik kunnen zeggen, boven is er natuurlijk een moer. Iets voorbij de garage, ik heb dat straks gelogen, excuus. Maar anders kan ik met de veerkant weer, dus ik heb iets gestapt voorbij. Maar ik heb één bij, is het punt van de woning, aan deze kant. Dus dat is gemetseld. Dit is een stukje gemetseld. Hij zit een poort in, en hij zit een poort in. En dit stuk is de bestaande haag. Nee, dat is een erfscheiding. Het verzet zich eigenlijk tegen het burgerlijk wendel. Je moet tegen het bouwbesluit en zich bouwen, of in de erfscheiding bouwen, of 2 meter eruit. Je kunt daar niet tussenin. Dat is een bepaling die ervoor moet zorgen dat ik in feite geen ganzen kan maken, geen smalle steegjes. Dat maken we niet doen tegenwoordig. De garagebrug, die zit een stuk tegen mee gaan en dat is gewoon storend. Ik bedoel, als het daar een kreun is, daar heb je geen last meer van. Maar hoe het ergens is of gewijs is, dan zoiets je gewoon, ik kijk gewoon tegen de garage van haar. En dan als die de gigantische boer zijn aan te kijken, ja, ik vind dat niet prettig. Ja, ik heb het niet beeld. Nou, we regelen het voor samen om het schieten of er een boom en groen is, wat we ook kennen, maar het wordt goed beleid. Ja, ik begreep van Peter dat er wel rekening mee gehouden wordt. Ja, zeker. Maar als je een vrouw wilt stellen, dan zou je gerust soms zijn. Dat de bestaande uitbreiding, die in de jaren 90 is gerealiseerd, dat die voor een groot gedeelte werd verwijderd. Terwijl de ruimte, de archiefruimte die door is gemaakt, het is niet alleen archiefruimte, begrijp ik, maar het is ook een depotruimte. Je wilt de collecties die nu opgeslagen zijn, ja, wil je eronder brengen. Ik vat het even samen. Ik heb begrepen dat, ik heb niks meer gewerkt over de handplaat. Ik denk dat dat onontvangen is door het afzetten. Ik denk dat het probleem van Charlie op de vergunning, dat dat ook enigszins duidelijk wordt dat dat nagenoeg niet van invloed is. Er is één probleem en dat is de buurt, als ik de deur schoon aan de rechterkant, we moeten nog goed te zijn weer bereid om met meneer over in gesprek te komen. Maar stel is een beur dat we nu goedkeuring van UG en de raad kregen, in die zin dat we zo kunnen gaan boeren, dan moeten er een aantal stappen doorlopen weer. Stappen die heb ik hier even kort erop gezet. Geconstateerd is dat de uitbreng zoals getekend is, niet past binnen het bestemmingsplan. Daar zal dus iets moeten gebeuren om die uitbreiding mogelijk te maken. Er zijn nog 2 mogelijkheden en dat is afhankelijk van wat uit het overleg met de commissies komt. Of dat via een buitenplanse ontheffing of via een uitgebreide voorbereidingsprocedure en een omgevingsvergunning zou kunnen verlenen. En uiteindelijk zou achteraf het bestemmingsplan aangepast kunnen worden zodat de nieuwbouw, de uitbreiding van het museum, daarin verwerkt wordt en vastgesteld wordt. Het immers vragen. Je gaat dat maken en ik denk dat daar wel aan de miljoen gaat komen. Hè? Ja, dan pak ik geld erbij. Dan gaat je dat toch dikker verleden. En dan vraag ik me af, de gemeente geen beter dingen voor dat geld in te steken als in dat geval. Nou, ik wil nu zeggen, laat voor de kans geven. Ik ga ervan uit dat die normen goed bereikend zijn. Dat is in een landenswaar, maar ik sleet niet de ogen ervoor. Stel, we kregen een heel goed lopend museum. Ja, uiteraard, dan behandeld er gaat. En daar wordt geen overlast voor ervaren van geparkeerde auto's. Ja, dan moeten we dat meteen oppakken en dan moeten we dat ook herkijken. Maar het is een beetje verbarend om de noemeloop vooruit te lopen. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet aan verandering onderhavig kan zijn. En dat we er gewoon op naar moeten kijken. En op het moment dat je er overlast van krijgt. Ja, dan... 3 vliegen in 1 klap dus. De aanwezige bezoekers zagen de plannen wel zitten. Op enkele kleine aanpassingen na. In het natuureducatiecentrum van het IVN werd op 1 april het klauwenpad geopend. En het is helaas geen 1 april grap. Kijk er maar even met naar het volgende filmpje. Ja mensen, we zijn hier bijeengekomen om toch iets bijzonders te openen. Het is zo dat de naam van het pleitje waar we erin zitten, Steen, dat heeft meer betrekking
op klauwen. Klauwen waren vroeger gezegd van de Steins, een Steins dialect. En als we zo aan zijn steen kijken, dan zien we een hoop klauwen. We denken aan de Taterstein, we denken aan de Dikke Steen. Via omzwervingen vanuit Frankrijk zijn die hier baan gekomen. Die hebben allemaal een vorm gekregen door het rollen en door het bollen. En die zijn uiteindelijk terechtgekomen hier ergens in Meijers. Wie de firma Lorti dan met de ontgrinding begoos, toen koos het de duivel op zeggen tot IVN door het met ging doen. Dat hij dus toch al een half jaar tot een jaar bezig gehouden van wat gaan we daarmee doen en wie kunnen we dat goed ja, presenteren. Een van onze oudste leden, Zijfke Ploem, die door ja, toch de showersjonger gezag heeft, die naar de firma Lorti is gestapt, die door de steen voor ons ja, beschikbaar hebben gesteld. En we hebben daar toch, denk ik, een, ja, een mooie bijdrage geleverd, een meerwaarde voor het IVN in de vorm van een buitententoonstelling over steen. Maar wie we die steen houden, toen wisten we nog niet wie ze hadden en wie oud dat ze waren en ze gaat. We hebben daar Lei Nelissen uit Spouwbeek bij gehaald. Lei, dankjewel daarvoor. Archeologisch heb je dus een beetje wies gemaakt in de wereld, want dat zal best niet alles zijn. Maar we hebben daar in elk geval gaat naambordjes bij gedaan, zodanig dat de lui de herkomst, de ouderdom en in elk geval werk soort steen tot het is, ja, gewoon. We hebben nu, en dat vind ik toch wel heel geweldig, tot voor Vivian Lorti hier hebben bereid gevonden om vandaag hier de opening te doen van dat keienpaad, het klauwenpaad. Ik zou zeggen, Zef en Vivian, door de best. Vivian, dank u wel. Zef, dan een ruim steter, jong. Oude de heren, bedankt. Kijkers, ik sta hier op het IVN-locatie met Jeff Plum voor de nieuwe locatie, het Klauwenpad. Het Klauwenpad. Wat is het Klauwenpad? Ik, voor een leven hier allemaal in het Maasgebied. Iedereen zet wat, allemaal steen uit de Maas. En wit, wat eigenlijk een steen is. Maar iedere steen heeft dus een geschiedenis. Heeft een verleden. En waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Alleen om het feit dat ik wilde de burger van Steen laten lezen en hem bekendmaken dat wat voor hier vind je in de Maas, het komt allemaal uit de groeven van Lorti, iedere steen heeft een verleden. En een verleden, dat wil ik hier uitbeelden, een kleine schakering van hetgeen wat er hier te vinden is. En daarvoor heb ik eigenlijk de initiatief genomen om dat klauwenpaad hier te installeren bij ons in de IVN-tuin. En dat is met medewerking van enkele collega's. Dat team hebben we dus allemaal zodanig gemaakt. En dat is niet een klein bietje, maar dat is een steenbie van 400 kilo per stuk. Die hebben we allemaal verschoot nou, op dit gebied hier. En via die klauw hebben we weer dus eigenlijk benoemd wat het eigenlijk is, hoe we vandaan is. Daarvoor zeg ik, iedere steen heeft de verleden, maar in de wel dat verweten, hoe komt de stenen vandaan? Want dat zijn allemaal miljoenen en miljoenen jaren geleden, hè, dat die is getransporteerd door moeder Maas. En moeder Maas heeft overal heeft er nieuwe beddingen gemaakt, oude beddingen liggen er, en zodoende wil ik dus eigenlijk dat kenbaar maken en de Steense gemeenschap eigenlijk laten zeggen wat ja, hier eigenlijk te vinden is. Firma Lorti produceert voor eigenlijk de industrie. En dat gaat van breekstand af tot fijnekiezel, grove kiezel, tot betonkiezel. En de andere steen die er hier aan die wordt ook allemaal gebruikt voor in tuinen of iets dergelijks. Dit is een porfier. En de porfier dat is eigenlijk een van vulkanische oorsprong, die ging overal in die gangen komt het te zitten, waar ook de lava zo afkomstig uit het Cambriumgebied. Dus dat is ongeveer 400 miljoen jaar geleden is dat ontstaan. Dat heeft met het water heeft dat hier de Maas metgebracht. Dat is een conglomeraat. Dit is ook weer een conglomeraat.
En dan die ik ook weer op beton. Maar er zitten de, nu verspreid, net zo continu, 60 miljoen geleden, zijn die steen allemaal aan één gekit gewoon, net als ze aan één plek zijn. En dan dat, iedereen zegt dat is een stuk beton, maar dit is geen beton. Eigenlijk kwartziet, dit is eigenlijk voormalig zand geweest. En dat is gewoon, de zand is er gewoon aan één oog, in één plek, in één gedrukt en door de kristen de kwartziet. Is de leesteen. Dat kunnen we uit de Ardennen. Op het ogenblik wordt de leesteen nog altijd gebruikt voor dakbedekkingen. En dat zijn allemaal een schilfers. Maar dat is gewoon aan één plek, maar die kent ze heel gemakkelijk, kent ze die splieten. Het is ook in de kwartziet een heel ander soort. Ook weer zand, ja, en paars of broen. Maar dat kent allerhande kleuren, wie we het noemen. Het is ja, variërend van donkerbroen tot lichtbroen. Maar het is zo door de natuur gevormd. Maar het is dus eigenlijk hè, de ronde vorm van die kiezelstenen. Ze zussen nog altijd groot in de mee. Maar ze hebben weer in zijn totaliteit hebben we een 17 van die stenen hier, verschillende stenen hier liggen. En het zou eigenlijk te wiet zijn en te vuil zijn voor dat allemaal te bekijken. Dus daarvoor zou ik zo zeggen, mensen komen eens kijken. Noord en steen, je weet niet wat je ziet. Ja, ik vind het een hele eer dat we dat kunnen doen, de steen der gemeenschap. Ik vind dat ook van Boetesteen, dat ze ook eens komen kijken en weten wat die allemaal gronden is. En dat zal ik u eerlijk vertellen, dat geeft misschien een heel groot lichtpuntje voor u open van hetgeen wat hier te zien is en wat aan de moeder Maas, wat die ons allemaal geeft nog levert. Dat is eigenlijk prachtig, want iedere steen heeft zijn verleden, iedere steen heeft zijn verhaal. Chef, dan bedank ik voor de uitleg en ja, de mensen moeten zelf een keer komen kijken. Hè. Ja. Met de klauwenpad zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Tot de volgende keer. Hoi hoi!